video. En vandaag is het dan dus zover. Het wilde varken. En ik heb de vorige keer al een video gemaakt over de voorbereidingen hiervoor. Dat was ook vandaag de dag dat ik natuurlijk nu opneem. Maar we zijn dus nu onderweg naar het wilde varken. En ik heb er echt heel erg veel zin in. En Denise is ook mee. Die is daar. En er komen best wel veel mensen kijken vanavond. Dus dat wordt ook heel gezellig en leuk, hoop ik. En ja, ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. En Mootje staat in de trailer. En zoals jullie in de vorige video hebben gezien, heb ik zijn spulletjes helemaal gepoetst. En hij is gewassen. En toen ik hem net ging ophalen, was hij gelukkig nog helemaal schoon. Dus dat is mooi. En ik ben blij trouwens dat ik hem wat eerder had binnengezet. Want de andere paarden stonden dus nog niet binnen, omdat ze vandaag dus wat later zijn. Dus ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Heeft hij in ieder geval goed gegeten. En dan gaan we nu zo meteen kijken hoe ver ze zijn. We zijn er bijna. Ik denk nog een kleine 5 minuten rijden. Het is heel dicht bij ons. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het gaat. Maar wil je dat nou weten, blijf dan zeker kijken. Nou, ik ben Mo nu aan het poetsen en aan het opzadelen. En dan ga ik zo meteen inrijden. En Denise die helpt ook, want die heeft Mo's staart net helemaal uitgekomen. En ik ga me zo meteen eventjes omkleden. En ja, ik heb er eigenlijk best wel heel erg veel zin in. Mo is dus gelukkig nog super schoon. Ik zal het zo meteen eventjes laten zien. Maar, en ik hoop dat Mo er ook in zin in heeft. Ik heb net het parcours van de B al gezien. Die lijkt als het goed is een beetje op die van de L. Alleen komt er nog een dubbel bij en wordt het natuurlijk hoger. Dus ja, ik ben best wel benieuwd. Maar we zullen het straks allemaal zien. Thank you.
eerste parcours en dat ging niet zo heel erg lekker. In het begin reed ik hem weer niet door. Dat was echt stom. Toen had ik dus bij 4 had ik een ballen. En toen keek ik achterom, want ja, dat is gewoon een automatisme of zo dat ik dat doe. En toen vergat ik 5 dus, want ik reed er langs en toen dacht ik, shit, ik ben er dus 5. Helemaal vergeten. Dus dat was niet echt een heel best parcours. Maar goed, ik heb straks nog mijn tweede parcours. Maar dat duurt nog wel eventjes voordat die begint. Dus ik ga Mo nu eventjes terugzetten en dan... ja, gaan we daarna wel weer kijken. Maar dit was niet heel erg goed. Ik ben ook niet heel erg tegen. Jij bent wel op Mo, maar nadat ik die balk eraf had gegooid en die 5 had gemist. Want het was geen weigering of zo. Maar daarna ging het wel heel goed. Daar was ik wel tevreden over. Maar dit had echt wel beter gekund. Dus ik baal wel een heel klein beetje. Maar goed, het zit er ook wel dus dat het een keertje minder gaat. We lopen nu omdat het is hetzelfde parcours, alleen verschil in hoogte. En ik ben echt heel benieuwd hoe progressief gaat doen. Maar ik heb net ook even zoals mijn vader met mijn instructrice gepraat. En ik heb ook nog met iemand gepraat. En die zeiden probeer maar eventjes met spoortjes. Dus ik heb spoortjes aangedaan. En we gaan kijken hoe dat gaat worden. Ik ben heel erg benieuwd. Maar we zullen het zien. En ik ga dus nu nog even parcours lopen. Maar er zitten nu dus geen dingen zoals dubbels en zo in. Maar het gaat nu gewoon op echt gewoon knallen en geen balken eraf gooien. Lampje van de auto aangezet. Maar het ging niet heel erg lekker deze wedstrijd. Het was vind ik best wel jammer. Mijn vorige wedstrijd in het M bij Kraai ging ook niet zo heel lekker. En toen ging de selectie wel weer heel goed naar mijn gevoel. En deze ging weer echt wat minder. Mijn eerste parcours lag dus wel echt aan mij. Dat was gewoon, ik had Mojito gewoon eigenlijk vanaf het begin af aan gewoon goed door moeten rijden. En dat deed ik eigenlijk pas nadat ik hindernis 5 goed had genomen. Dus dat was gewoon echt stom. Daar was ik ook echt, ja, bepaalde ik echt al van dat ik gewoon die fouten had gemaakt. En toen in het tweede parcours, toen dacht ik ga knallen. En toen had ik van mijn instructrice, die was daar ook. En nog meer mensen uit mijn les en zo waren daar. En die zeiden, ja, ik zat ik jou als toch spoortjes proberen. Iemand die had van die hele kleine stompjes. Maar Magita reageert best wel heftig op sporen. En ik snap wel dat ik die nodig heb. En ik ga het ook echt proberen. Alleen ik ging inrijden met spoortjes. En hij werd zo sterk en zo druk dat het echt... Dat was niet mijn ding. Dus ik heb ze afgehaald. En daarna was hij dus nog wel een beetje sterk. Maar toen ging het wel weer. En toen ging ik de baan in. En toen dacht ik ga gewoon knallen. En ik kan beter. Want ik kan beter iets meer vaart gaan maken nu. Dan dat ik hem terug ga houden. En hindernis 1 en 2 ging goed. Toen had ik bij hindernis 3 had ik een balk. En bij hindernis 4 ook. En daarna ging het wel weer oké. Okay. Ik zat zelf wel een beetje voorover ook. En ik was ook wel zenuwachtig. Omdat ja... Ik weet niet precies waarom. Want het is zo gek, want in de les dan ben ik altijd heel relaxed en dan gooi ik er gewoon nooit wat af. In de les gooi ik echt nooit. Nooit een balk dat dan ook hoger staat, want dan spring ik ook op M-hoogte en zo. En ja, ik denk toch dat Mo misschien mijn zenuwen voelt of zoiets. Dus ja, het was niet echt een topwedstrijd, maar goed. Het was ook weer de eerste indoorwedstrijd en ik heb er ook weer dingetjes van geleerd. En ik ga nou bij de volgende wedstrijd gewoon echt
echt even proberen om goed te rijden. En dus gewoon tempo te houden. En dan hoop ik dat ik foutloos ben. Het hoeft natuurlijk niet per se dat ik iedere keer foutloos ben. Maar ik wil in ieder geval wel dat we weer even terugkrijgen. Dat we dat ritme, dat we daarin kunnen blijven rijden. Dat is nu even het belangrijkste voor mij. Dus daar ga ik op trainen. En ja, dan gaan we wel weer verder zien. Maar ik vond in ieder geval wel een hele leuke wedstrijd. Er waren heel veel mensen. En mijn opa en oma waren nog komen kijken. En een vriendin en mijn moeders paard eigenlijk was nog komen kijken. Dus dat was heel leuk. En ja, het was gewoon een gezellige wedstrijd. Dus ja. En als je deze video nou leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. En wil je nou nog de voorbereidingen voor het Wilde Vark zien, check dan even deze video. Of wil je nog veel meer video's zien, check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik je weer de volgende keer weer. Doei doei!